Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij het vijfde webinar van de implementatie van het woonplaatsbeginsel. We zijn weer in de studio van VNG in Den Haag, een bekende plek voor mensen die vaker zijn, naar het webinar kijken. We zijn vandaag is Hester Heringa hier weer in de studio aanwezig. Nou, ze zijn een vertrouwd gezicht van ons, van de VNG. We zijn ook heel blij vandaag in de studio dat Gwyneth er is, van Level, een zorgaanbieder, die vandaag samen met Hester een heel deel van dit webinar zal doen. Zometeen neemt Truus, projectleider van het implementatie woonplaatsbeginsel, het stokje over. En die gaat nog even een terugblik doen en zal wat vertellen over de gegevensoverdracht. En mijn naam is Dimpje van der Zanden en ik doe even de korte inleiding. U kunt weer vragen stellen in de chat. In de chat zijn sowieso Saïd Yalla en Richard Willems van de projectgroep aanwezig. En wellicht nog een aantal andere projectleiders die zouden aansluiten. We starten daar even met wat praktische huishoudelijke zaken. Daarna neemt Truus Fernhout het stokje dus over. Zij gaat kijken naar een stukje terugblik. Waar komen we vandaan? 1 januari gaat het implementatie van het woonplaatsbeginsel in. Maar we zijn natuurlijk al ruim een half jaar bezig. En daar hebben we nog wat dingen die we moeten doen. We staan ook even stil bij de gegevensoverdracht, waar heel veel gemeenten nu druk mee zijn. Daarna nemen Hester en Gwyneth het over. En zij gaan in over de zorgcontractering, de 4 keuzes die daarin gemaakt kunnen worden. De modelcontracten komen aan de orde. En er is ook een praktijkproef zorgcontractering gestart, waar ze ook meer over gaan vertellen. Tot slot neem ik het weer over en kijken we nog even door wat er allemaal aan gaat komen en waar we nog allemaal meer mee bezig zijn. De praktische zaken. Binnen 2 dagen ontvangen jullie de PowerPoint-presentatie van dit webinar via de e-mail. Tevens ontvang je dan de link naar YouTube waar je de opname kunt terugkijken van dit webinar. Vragen kunnen wederom worden gesteld in de chat. We proberen een deel direct te beantwoorden. We proberen ook een aantal vragen in dit webinar direct te beantwoorden. En nieuwe vragen die we dus nu niet kunnen beantwoorden, zullen toegevoegd worden aan onze Q&A. Door de 5 webinars hebben we inmiddels een groot bestand van de Q&A bestand. En dat staat in onze community. In de map bestanden, dat laat ik zo nog even zien. Ja, dat hebben we hier op deze dia staan. Onze community. Alle informatie, actuele berichten, documenten vindt u in onze community, de groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet, op onze website isocialdomein.nl. En als u inderdaad naar de bestandenmap gaat, dan ziet u in de bestandenmap allemaal handreikingen, eerdere presentaties, stappenplannen en onder andere ook de Q&A-bestand in de map vragen en antwoorden. Ah, ik zie dat de link ook in de chat is gezet waar je rechtstreeks mee naar de groep gaat. Dankjewel, Saïd. Voordat ik het stokje overgeef, wij zijn nu met het 5e webinar bezig, maar volgende week starten we ook met online regio-sessies. Dit hebben we in het voorjaar ook gedaan en dat is ons erg goed bevallen. De regio-sessies, je kunt het op het scherm zien, zijn 8 sessies verdeeld over de regio's in Nederland. Het zijn kleinschalige sessies, we doen het via MS Teams. Deze zullen dan ook niet opgenomen worden, maar dat geeft wel de mogelijkheid om meer vragen te stellen en we kunnen dan ook dieper op de vragen ingaan. Er kunnen ook een discussie plaatsvinden tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dus er is ook veel meer ruimte voor dialoog. De regio-sessies, goed om er nog even bij te vermelden, daar sluiten ook onze regio-adviseurs bij aan. We hebben 7 regio-adviseurs van het ketenbureau en zij begeleiden de sessies. Dan gaan we nu overschakelen naar Truus. Truus is niet in de studio, maar schakelt over naar huis. En vanuit het huis belt zij in. Dus nou, Truus, aan jou het woord. Dankjewel, Dimfy. Ik hoop dat de techniek ons ook niet in de steek laat. Dat betreft is het altijd fijn dat het goed wordt geregeld. Ik merk wel dat ik niet kan switchen met mijn... Oh, even kijken hoor. Ja, toch wel. Ja, ik had verkeerde pijltjes toets. Nou, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn, of dat u er weer bent. Even een korte terugblik en de stand van zaken, zoals Dimfy zei, over hoe het er nu voor staat. Nou, we zijn al langer dan een half jaar bezig. Vanaf de zomer vorig jaar hebben we een implementatieplan gemaakt. Zijn we ook gestart met een projectorganisatie. Daar zit natuurlijk een stuurgroep in en het projectteam.
Maar ook, ik blijf het benadrukken hoe blij we daarmee zijn, een hele brede klankbordgroep. Wij noemen dat de referentiegroep. Heel belangrijk omdat we daar heel veel input uit krijgen, maar ook dingen die wij bijvoorbeeld bedenken, getoetst kunnen worden aan van, gaat dat nou werken in de praktijk of hoe kijken jullie daar tegenaan? In die referentiegroep zitten vertegenwoordigers van het aanbieders, gemeenten, gecertificeerde instellingen, ook vanuit het cliëntperspectief. Dus dat is heel, heel breed en we zijn er erg blij mee. Ja, en eigenlijk groeien we in dat implementatieplan mee met het proces wat u doormaakt om die, dat woonplaatsbeginsel, die wijziging, goed in te voeren. We zijn gestart in het voorjaar met een stappenplan te maken voor gemeenten om hun huidige jeugdigen, want ook voor hen geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel straks. Dus om daarvoor te gaan kijken wie er dan op 1 januari verantwoordelijk is. Vaak blijven ze dat zelf, maar ook in veel gevallen komen ze dan onder een andere gemeente te vallen. We hebben een stappenplan voor gemaakt. We hebben een praktijkproef uitgevoerd om te kijken van of het stappenplan ook goed uit te voeren is. In het verlengde daarvan hebben we in juli een transporttool. Dat is eigenlijk een voorziening bij het inlichtingenbureau. Nou, de meeste gemeenten, ik hoop tenminste dat alle gemeenten het kennen inmiddels. Dat is een voorziening waarmee gemeenten onderling die gegevens over die jeugdigen die naar een andere gemeente moeten om die gegevens over te dragen, zodat die gemeenten zich daar ook op kunnen voorbereiden. En om dan ook contact met elkaar te kunnen leggen, hebben we zelfs een contactendatabase aangelegd. Daar kunnen gemeenten zelf hun contactpersonen inzetten. Het is ook aan hen om dat actueel te houden. En dat helpt enorm als de ene gemeente met een andere gemeente contact moet opnemen, maar niet precies weet met wie die dat dan moet doen. En ja, last best zou ik bijna zeggen, hebben we ook een keuzehulp gemaakt. Want dat is natuurlijk de uiteindelijk ultieme stap, is dat er ook contracten moeten worden gesloten tussen die nieuw verantwoordelijke gemeente en de aanbieders die nu al jeugdzorg geven aan de jeugdigen. Dat moet natuurlijk naadloos doorlopen op 1 januari. En daarvoor hebben we ook weer dit webinar en ook heel fijn dat Hester en Gwyneth daar zo ook nader op in kunnen gaan. Nou, dat is even een korte terugblik. Nou, ik ga gewoon door. Wij wilden inderdaad van de gemeente weten van, zijn jullie er al mee bezig? En nou, ik kan wel het landelijke beeld zeggen, want gisteren hebben we een nieuwe update gekregen van, ja, we hebben een voortgangsmonitor om dat te zien. En dan zien we dat al 283 gemeenten van de 352 heeft tenminste één keer al een bestand met jeugdigen ingelezen in die transporttool. En maar liefst 348 gemeenten hebben ook een bestand opgehaald. Dus die weten ook al welke jeugdigen naar hen toe komen. En dan gaat het in totaal om ruim 6.500 jeugdigen. Nou, ik vind dat best een indrukwekkend aantal. Het moest wat op gang komen. We hadden gezegd, uiteindelijk moet iedereen dat voor 1 september hebben gedaan. Nou, 283, dan weet je al van dat zijn ze niet allemaal. Dus we zijn vanaf vorige week ook begonnen, we hebben een mail gestuurd, maar ook de regioadviseurs zijn nu druk aan het bellen met hun contactpersonen binnen de regio, om aan gemeenten te vragen waarvan we nog niets weten, van wat er aan de hand is, of we ze misschien kunnen helpen, om te zorgen dat natuurlijk zo snel mogelijk 100% wordt van de gemeente. Want dan hebben we alleen een volledig beeld. Onze oproep, maar dan ga ik even naar de... Oh, ik ben nu te ver. Ja, ik krijg de... Oh ja, toch wel. Ik moet weer scrollen. Er zijn toch wat handicaps als je van het huis meedoet. Dit is de sheet die erbij hoort. We hebben een oproep gemeenten om inderdaad iedere maand een updatebestand aan te leveren. Want er zullen mutaties plaatsvinden. Er komen jeugdigen bij, er gaan er af. De zorg inhoudelijk verandert er misschien wel iets. En die tweede is heel belangrijk. En dat was eigenlijk de volgende poll. De vraag van de aanbieders. Van, hebben jullie al gegevens ontvangen? Want we hebben oproep gedaan en doen we hier nogmaals heel nadrukkelijk. Want onze signalen zijn dat dat nog wat achterblijft. Maar dat gemeenten ook aan hun aanbieders doorgeven precies welke jeugdigen onder een andere gemeente komen te vallen en welke gemeente dat dan is. Want die aanbieders die weten anders ook niet waar ze aan toe zijn. En die moeten er ook vanuit kunnen gaan dat als er zo'n jeugdige niet op de lijst staat, dan blijft die dus bij de huidige gemeente. Dus nogmaals hier ook via deze weg een oproep. Voed niet alleen de transporttool met je bestand, maar
ga die gegevens ook geknipt natuurlijk per zorgaanbieder delen met je zorgaanbieder. Via beveiligde mail uiteraard. Ja, en wij als landelijk team, wij staan nu een beetje natuurlijk op de achtergrond. We hebben heel veel in de voorbereiding gedaan, maar nu zijn we toch heel erg afhankelijk van hoe het in het Nederland hoe het gedaan wordt. Maar we staan wel met raad en daad u bij. Als er technische vragen zijn, kunt u terecht bij het inlichtingenbureau. Die hebben daar een service desk voor. En inhoudelijke vragen, we hebben ook wel eens vragen over dat het niet helemaal duidelijk is van als het woonplaatsbeginsel toepassen of ze dat goed doen. Die kunnen al dat soort vragen kunnen bij ons binnenkomen. En gelukkig weten heel veel gemeenten, of ik mag wel zeggen de meeste gemeenten, ons daar ook in te vinden. Ja, nog even één opmerking over het aantal gemeenten wat nog ontbreekt. Wij tellen alleen de gemeenten die ook echt jeugdig hebben over te dragen. En uit de belronde, die trouwens nog niet afgerond is, maar daar hebben we al gemerkt dat er gemeenten zijn die zeggen, wij hebben gewoon alle jeugdigen die nu bij ons via ons jeugdzorg ontvangen, die blijven bij ons voor 1 januari. Dat kan. Dat zien wij niet. Dus dat moeten we via die belronde moeten we daarachter komen. Denk bijvoorbeeld aan de Waddeneilanden, waar toch wat minder, ik zou bijna zeggen, gemeentegrensoverschrijdende verhuizingen zullen zijn. En andere misschien wat kleinere gemeenten. Dus het wil niet zeggen dat die gemeenten het nog niet hebben, dat ze achterlopen of niet hebben aangeleverd. We zijn nu ook aan het uitzoeken, en dat krijgen we via die belronde ook beter in beeld, welke gemeenten misschien wel helemaal geen jeugdigen hebben om over te dragen. Want die zijn er ook. Om toch even goed om nog te melden. Nou, ik heb al gezegd dat daar zal het beeld toch wat nog iets minder positief zijn, verwachten we. Want we hebben ook in de referentiegroep 2 weken geleden gehoord dat de aanbieders daar echt met smart op zitten te wachten. En een deel heeft wel gegevens ontvangen, maar ook een heel groot deel niet. Vandaar ook die oproep aan gemeenten. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan zo snel mogelijk alsnog. En dan als laatste. Ja, hebben jullie een primeur? Want vanaf vandaag hebben we een meldpunt woonplaatsbeginsel, ja, kort om even af tot WPB, een meldpunt WPB in de lucht bij het ketenbureau. En ik zal meteen even zeggen dat het is bedoeld voor zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen en gemeenten. En het doel is om via dit meldpunt echt problemen te melden waar jullie tegenaan lopen bij het woonplaatsbeginsel. Dus we houden de vragen in de community gewoon open voor allerhande vragen. Maar dit meldpunt is echt bedoeld om een probleem te melden. Bijvoorbeeld dat als de continuïteit van de zorg van een jeugdige in het geding komt. Als je niet weet, nog geen contract hebt met de nieuwe gemeente of dat loopt spaak. Of een gemeente wil een jeugdige overdragen, maar de ontvangende gemeente, ze komen daar samen niet uit. En dat blijft een beetje te lang liggen. Meld dat dan bij ons, want dan kunnen we ook via de regioadviseurs gaan bemiddelen. Nou, ik zei al, jullie hebben de primeur. Vanmiddag gaan we dit ook natuurlijk in de community zetten. Gaan we de aandacht voor vragen. Het is een mailadres, zoals jullie hier zien. meld.wpb@isociaaldomein.nl En dit meldpunt blijft ook in de lucht tot 1 juli volgend jaar. Hij is eigenlijk ook bedoeld voor de nieuwe situatie vanaf 1 januari. Maar omdat we nu in het laatste kwartaal echt, wat ook heel belangrijk is, dat die voorbereiding goed loopt, hebben we het meldpunt nu al in de lucht gedaan. Dus als er in de voorbereiding al iets spaak loopt, meld dat dan bij ons. Nou, en dan schakel ik nu graag terug naar Hester en Gwyneth voor de rest van het verhaal. Hallo. Goedemorgen. Ik geef eerst even het woord aan Gwyneth. Mijn naam is Gwyneth de Schreebremer. Ik ben beleidsmedewerker bij de zorgaanbieder Level in Amsterdam. En mijn naam is Hester Heringa. Ik heb er al veel vaker gestaan. Ik sta hier namens de VNG, de Verenigde Nederlandse Gemeenten. Ik denk, voor we beginnen, wij zaten achter de schermen de chat te lezen. En ik wil toch ook even namens Gwyneth melden dat wij zien in de chat dat heel veel zorgaanbieders nog weinig tot niks hebben ontvangen. En dat daar zorgen over zijn. En ik zie ook wat irritatie, verbazing dat nog niet gedaan is. Of dat ze nog niks gehoord hebben. Nou, dat signaal, ja, ik kan daar natuurlijk nu, ja, tenzij ik vind het daar een heel briljant antwoord op heb, maar niet
niet direct heel veel van zeggen. Anders dan dat we jullie heel goed horen nu. En daar ook zeker nu nog meer aandacht aan hadden. Het is niet zo dat we het vergeten waren of dat het niet in scope was. Maar dat we er nog meer aandacht voor zullen hebben. Absoluut. Ja, dat even vooraf. Dan gaan we het hebben over de zorgcontinuering en zorgcontractering. En dan begin ik met deze sheet wat we u gaan uitleggen. Dat is de keuzehulp, die is eerder overigens ook gepresenteerd. Wat gemeentes moeten doen, wat zorgaanbieders moeten doen, als ze wat weten uiteraard. We gaan iets melden over de praktijkproef zorgaanbieders en ik zal even aandacht schenken aan de modelovereenkomsten. Oké. Dit is het keuzehulp zorgcontractering. Deze keuzehulp, dank, want Hanneke maakt het nu wat groter. Voor het geval niet leesbaar is, dan ik praat jullie er doorheen. En daarbij krijgen jullie de sheets na de hand toegestuurd. En dan kun je ze zo groot uitvergroten als je wil. Maar goed, voor de administratief verhuizende jeugdigen. Daar moet een contract komen met de zorgaanbieder. Dit is de keuzehulp die u kunt doorlopen als stroomschema om uit te komen bij een van de opties. Oké, dan zal ik beginnen bij de eerste optie. Dat is optie nummer 1 in dit schema. En optie nummer 1 gaat ervan uit dat de ontvangende gemeente reeds een contract heeft met de zorgaanbieder waar de administratief verhuizende jeugdige verblijft. Dan zou je er voor kunnen kiezen om die jeugdige in hetzelfde contract over te brengen, maar dan moet dat natuurlijk wel passen. Het voordeel daarvan is dat je geen nieuw contract nodig hebt. En dat je meteen klaar bent. Dus je hoeft geen tussentijdelijke situatie. Maar goed, dit kan alleen maar als het contract van de ontvangende gemeente gelijkend is aan de latende gemeente. Of in ieder geval als het contract de ruimte biedt om de jeugdige dezelfde zorg te bieden. Want dat is een van de belangrijke voorwaarden. Dit is eigenlijk een van de mooiste opties. En een van de makkelijkste opties voor zowel de zorgaanbieder als voor de gemeente. Nou, wat moet je dan doen? Dit zijn trouwens overigens sheets die we al eerder hebben gezien. Maar ik heb inderdaad geleerd communicatielesje voor mij. Krachten en herhaling. En niet iedereen haakt altijd op hetzelfde moment aan. Het voorstel van de ontvangende gemeente aan de zorgaanbieder om de over te dragen jeugdige in dat contract onder te brengen. En dan kan de zorgaanbieder al dan niet mee in stemmen. De rest laat ik even voor wat het is, want dat hebben we al een keer eerder gepresenteerd en dit kan men nalezen. Optie 2. Dat is dat je eigenlijk het contract één op één zou kunnen overnemen. Dus de ontvangende gemeente wijzigt eigenlijk alleen de naam van de gemeente in het contract en die neemt gewoon één op één het contract over. Dit lijkt een beetje een theoretische optie. Inmiddels zijn we er wel, met name ook door input van jullie, achter dat het soms in de regionaal verband wel zo is. Omdat er dan op regionaal niveau ongeveer dezelfde contracten zijn. En dan zou dit eventueel wel kunnen. Het lijkt dus een beetje op optie 1. En het lijkt zo meteen ook een heel klein beetje op optie 3. Want wij hebben een model maatwerkovereenkomst. En die biedt de mogelijkheid om de voorwaarden van de latende gemeente aan te nieten aan een nieuw contract. Maar daar kom ik dan zo even op. Maar deze is dus eigenlijk dat je één op één het contract overneemt. Nou, waarschijnlijk alleen binnen een regio mogelijk. Ik sluit deze even over, want dit zijn dingen die u volgens mij... Mag ik je er wel wat over vragen? Ja, je mag me er wel over vragen. Ja. Okay, heeft dit ook nog eventueel effect op contracten die we dus nu al afgestemd hebben? Sipo, zullen we denk ik nog moeten kijken naar... als we inderdaad de jeugdigen overnemen in bestaande contracten, ja. En zowel voor optie 1 als voor optie 2, heeft dit effect op misschien voorwaarden die daarin staan? Als het goed is niet, zijn wel een aantal voorwaarden. Dus er is overdrachtsrecht, of overgangsrecht, zal ik zeggen, niet goed, overgangsrecht. En dat betekent dat de jeugdige recht heeft op continuïteit van zorg, om dezelfde tarivering en dezelfde voorwaarden. Er zijn wel een aantal dingetjes het gaat dus over het recht van de jeugdige. Dus bijvoorbeeld budgetplafonds, overeenkomsten, dat soort zaken worden niet overgenomen. Andere dingen wel. Dus is dat een goed antwoord? Ja, moeten we gewoon nog even goed op blijven letten. Goed op blijven letten, ja, top.
En qua het vaststellen, want die staan ook op deze sheet, vaststellen welk deel van de zorg 2022 nog resteert. Daar zouden we nog op terugkomen. Ja, een hele goede. Er zijn natuurlijk, dat is vaak waarschijnlijk niet in deze optie, want dan kun je het contract één op één overnemen. Dus dan zal het wel op dezelfde manier gefinancierd worden. Maar in andere gevallen, ook in de voorgaande optie, kan het natuurlijk zo zijn dat de ene gemeente op de ene manier financiert en de andere gemeente op een andere manier. We hebben inmiddels wel een beetje de basisaanname dat eigenlijk alles terug zou gerekend moeten kunnen worden naar PBALQ, ook over de resterende zorg. We doen nu momenteel een praktijkproef zorgcontractering. En daarin kijken we hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat nu goed handen en voeten geven. Dus we hebben dat in scope, maar ik heb nog geen letterlijk antwoord voor u. Als u in die woonplaatsbeginselgroep zit, dan komen er als het goed is TZT. En TZT moet en is snel antwoorden op ook deze vraag. Hartstikke fijn. Dan gaan we naar optie 3. En optie 3 is dat eigenlijk je hebt een latende gemeente en een ontvangende gemeente. En dan zeg je nou, die latende gemeente die heeft reeds contact met die zorgaanbieder. En ik zou alles moeten overnemen, terwijl ik denk dat die zorg helemaal niet zo lang meer duurt. Kan ik niet gewoon alles bij de latende gemeente houden en dan als ontvangende gemeente gewoon de latende gemeente betalen? Dat is deze optie. Het idee is dat je dit zou je eventueel kunnen doen. Je hebt dan weinig administratieve last. Je hoeft geen nieuw contract af te sluiten. Zorgaanbieder hoeft geen nieuwe beschikking. Je hoeft geen nieuwe berichten heen te sturen. Dus het heeft wel echt voordelen. Het nadeel is wel een beetje, het is echt een tijdelijke optie. Want in die end is de nieuw verantwoordelijke gemeente verantwoordelijk. Dus eigenlijk om het schoon te regelen moet je dat doen. Het heeft ook wat consequenties voor de, met name voor de financiering van gemeenten. Want zorgaanbieders die zouden dan echt moeten aanleveren. Dus die zorgaanbieders zouden moeten aanleveren. Luister, we krijgen betaald van gemeente A, maar gemeente B is verantwoordelijk. Want anders krijgt gemeente B niet meer gefinancierd en gaat het geld nog naar A. Omdat we dat nu eenmaal administratief zo ingeregeld hebben. Dus dit vraagt wel wat van de zorgaanbieder, namelijk aanleveren bij het CBS van de echt verantwoordelijke gemeente en niet de betalende gemeente. Er moet ook een titel zijn, een juridische titel, waarop die ontvangende gemeente aan de latende gemeente kan betalen. Een mandateringsovereenkomst. Even het goede nieuws, die is opgeleverd gisteravond. En er is dus een model mandaatovereenkomst op basis waarvan je dit kan regelen nu. En die komt één deze dagen in de, ik moet nog even een mooi formatje met de sticker erop en de plakker. En dan kan die in de woonplaatsbeginselgroep. En dan komt er een kort blogje bij met wat uitleg. Dus dat is deze optie. Dit heb ik ongeveer uitgelegd. Ik ga dit niet herhalen. Dit is oplezen wat er op een sheet staat. Dat vind ik nog niet heel leuk. Ik heb wel, hier staat ook, hè, dat dus die beleidsinformatie jeugd naar het CBS, die staat hier ook genoemd. Dat is voor zorgaanbieders wel van belang, om dat dus inderdaad goed in je ICT te richten. Anders krijgen we wel gedoe, want dan gaat die scheef lopen met financiering. Dan hebben we optie 4. En dat is eigenlijk hoe het, dat is ook een permanente oplossing. Dus als optie 1 en 2 niet kunnen, is dit eigenlijk de volgende optie. Ik denk dat dit de meest schone optie is, zeg maar, hè, zoals het ooit bedacht is. Alleen, het is natuurlijk bedacht vanuit beleid en niet vanuit de praktijk. Dat is gewoon ontzettend veel werk, deze optie. Het idee is dan dat de nieuwe verantwoordelijke gemeente met de zorgaanbieder, waar ze nog geen contract mee hebben, een maatwerkcontract afsluit. En, het goede nieuws, daarvoor hebben we ook inmiddels een model maatwerkovereenkomst. Dat hebben we wat verkeerd steeds een standaard maatwerkovereenkomst genoemd, wat natuurlijk een hele rare term is, maar dat is de model maatwerkovereenkomst. En eventjes wel de verwachting daarop te temperen. Het is een model. Het helpt je om alle vaste punten die je in een overeenkomst hebt, om die in ieder geval te adresseren in de overeenkomst. Je moet natuurlijk wel van alles invullen. Dus de tarivering. En dat moet eigenlijk op basis van het contract wat vorige gemeente had. Want dat is eigenlijk wat die bij de jeugd gerecht heeft. Dus helpt dat ons? Nou, niet in de zin dat het invullen van de datum handtekening is. Want dat zou eigenlijk idealiter zo zijn. Wel in de zin, twee dingen. We hebben geprobeerd, of de jurist heeft geprobeerd, zoveel mogelijk mee te denken. Dus je kunt dingen aannieten, voorwaarden. En dat maakt het makkelijker om niet alles te overnemen.
Maar ik ga niet overliegen. Dit blijft gewoon werk. En echt administratief werk. En dat is, ja. Het helpt ons als zorgaanbieder allicht om in ieder geval te weten in welke velden we even op moeten letten. Ja, waar staan de voorwaarden, waar staan de afspraken en alle juridische artikelen zijn in principe gewoon gecheckt. En, ja, het klopt echt. Dat hebben we goed genoeg naar gekeken. We hebben vorige week overleg gehad met de jurist die deze overeenkomst heeft opgesteld. En die heeft zich ook bereid verklaard om... binnenkort een webinar te doen over zowel de mandaatovereenkomst en de model-maatwerkovereenkomst. Om ons daardoor heen te praten. Van, goh, wat moet je dan invullen? Waar? Hoe kan het je helpen? En ook zij geeft aan, ja, bij die mandaatovereenkomst, ja, die is relatief eenduidig. Maar de model-maatwerkovereenkomst, ja, daar zit nog werk in. Dan moet je dingen kiezen, keuzes maken en dat kost natuurlijk tijd. Ja. Ik zie wel wat vragen ook in de chat voorbij komen. Ja. Inderdaad, hè, is maatwerk inderdaad gericht op individuele jeugdigen? Men denkt dat het erg tijdrovend is. Maar dit kan je toch ook voor een groep jeugdigen doen? Ja, als die groep dezelfde zorg heeft, kan je het voor een groep doen. Daarom is het ook van belang dat die transporttool zo snel mogelijk door alle gemeenten die administratief over te verhuizende jeugdigen hebben ingevuld wordt. Ik zag net namelijk ook in de chat voorbij komen, goh, leuk dat Truus zegt al 283 gemeenten, maar we hebben er overigens 352. Maar er zijn ook gemeenten, weten wij inmiddels, wat net Truus ook al zei, die helemaal niks over te dragen hebben. Dus het is van groot belang dat gemeentes nu eigenlijk alles aanleveren wat administratief verhuist, alle jeugdigen die administratief verhuizen, zodat we daar een totaalbeeld van hebben. En dan zou je ook, want dan krijg je ook een beeld van, goh, wat komt er dan eigenlijk allemaal naar mij toe? Of in welk volume? Kijk, komen er 10 of 15 van Level naar Amsterdam, dan kan je contact opnemen met Level als gemeente Amsterdam. Dan kan je zeggen, nou, misschien wordt het er nog 14, misschien wordt het er 16. Maar als het dan op dezelfde type zorg is, dan kun je kijken, goh, is die groep uniform? Is dat ongeveer dezelfde afspraak? Kunnen we dat in één maatwerk overheen? En dan is het alsnog tijdrovend, helemaal eens met de dingen die in de chat staan. Maar goed, dan heb je wel een iets gebundelder aanpak. Duidelijk. Zie je ook waarom maximaal 1 jaar? Het overgangsrecht is voor 1 jaar. En stel, in deze optie wordt er dus van uitgegaan dat voor de administratief verhuizende jeugdige andere voorwaarden gelden dan voor de reeds onder, bijvoorbeeld Amsterdam Level. Er wonen reeds jeugdigen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam vallen bij zorginstellingen van Level. Daar zijn contracten voor, daar zijn afspraken over gemaakt. Deze nieuwe groep, die wijken blijkbaar af, want anders zou je voor optie 1 kunnen kiezen. Dus je maakt andere afspraken. En uiteindelijk wil je als gemeente, en ik denk ook als Level, met 1 gemeente 1 type overeenkomst en niet meerdere hebben. Het is al administratief lastig genoeg. Dus daarom is je voor maximaal 1 jaar, want ik ga ervan uit dat na 1 jaar het zowel voor de zorgaanbieder als voor de gemeente wenselijk is dat het gelijk getrokken wordt. En dat je in de reguliere contractering... In de reguliere contractering komt, ja. Dus daarom is het voor 1 jaar. En dat is ook de reden waarom er nu echt een maatwerk overeenkomst wordt gemaakt. Is omdat we willen voorkomen dat er inderdaad een heel aanbestedingstraject nu gaat lopen. Ja. Ja. Dus dat is... Dit hoef je niet aan te besteden. Dat scheelt dan weer iets misschien. Tot zover. Dit laat ik ook eventjes... dit is dan dus de totaaloverzichtje wederom. Ik heb nog wel even een vraagje. Wij krijgen nu steeds, nu gemeenten het allemaal meer in beeld krijgen. Dat is ook wel leuk voor zorgaanbieders dit. Je hebt natuurlijk niet alleen zorg in natura, maar je hebt ook PGW-zorg. En ik vraag me af, misschien kunnen gemeenten die reeds hebben uitgezocht welke jeugdadministratief verhuizen, in de chat even aangeven of zij ook jeugdig hebben die verstrekkingsvorm PGB hebben. Want dan, wij hebben overleg gehad met de Sociale Verzekeringsbank, die als derde rekening fungeert, hè, of noem je dat netjes, voor de PGB-gelden. En die geven aan dat zij verwachten dat circa 20% van de administratief verhuizende jeugdigen een PGB-verstrekkingsvorm zouden hebben. Ik zie het binnenkomen. Er zijn heel veel... ja zeggen. Er zijn een aantal nee, maar ik zie met name ja binnen poppen. En daar zijn wij nu ook mee bezig om goed op te schrijven hoe we dat gaan doen. Wat daar van belang is, dat de latende gemeente het toekenningsbericht aan de SVB op 31/12 beëindigt.
op 31/12, dus niet op 1 januari, maar op 31/12. Dus, tot en met 31/12 en vanaf 1 januari niet meer. Maakt namelijk heel veel uit als die toekenningsberichten bij de SVB over elkaar lopen. Dan blijft de latende gemeente verantwoordelijk. En dat de ontvangende gemeente vanaf 1 januari een toekenningsbericht naar de SVB stuurt. Dat je zeg maar op 12 uur, hè, oud en nieuw, 21, stopt de latende gemeente en begint de ontvangende gemeente. En dan komt het goed, ook met de bevoorschotting van de SVB. Dit komt in de memo, gaan we uitschrijven. En we hebben ook geregeld dat als gemeentes of zorgaanbieders daar vragen over hebben, dat, dat er dan gebeld kan worden naar of de regioadviseurs van het ketenbureau, maar als er per ongeluk gebeld wordt naar de SVB, wat ik met PGW's heel goed kan voorstellen, dat de relatiebeheerders van de SVB weten naar wie ze door moeten verwijzen. Dat hebben we geregeld. Nog een ander geruststellend iets voor de mensen die iets met PGB hebben. Jeugdige heeft een contract met de zorgaanbieder als ze een persoonsgebonden budget hebben. En die zorgovereenkomst die is arbeidsrechtelijk getoetst. Dat is vaak best wel een circus om dat allemaal goed te krijgen. Daar hoeft niks aan te gebeuren. Dat is een contract tussen de jeugdige en de zorgaanbieder. En dat blijft gewoon doorlopen. Fijn. Ja. In principe is die aansluiting voor zorgaanbieders natuurlijk net zo belangrijk. Ja. Dus daar komen we nu ook op verder. Want dan komen de zorgaanbieders hopelijk ook in beeld. Ja. Door. Ja, we gaan naar de volgende. Ja, geef het woord even aan Gwyneth. Ja, want het is niet een eenzijdige keuze vanuit gemeente. Het is een samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeentes. En we hebben allemaal hetzelfde belang, namelijk de zorgcontinuïteit voor de jeugdigen. Dus daarvan is, daarbij is van belang dat wij inderdaad ook snel met elkaar gaan schakelen. Dus wederom oproep, upload je gegevens en informeer alsjeblieft je zorgaanbieders. Zowel de latende gemeente, want dat is in ieder geval het contact wat wij als zorgaanbieder kennen. Ja, daar weten we dat dat veilig is. Maar ook als ontvangende gemeente, ga met elkaar contact opnemen. Tussen de gemeentes natuurlijk om tot die overeenstemming van de verhuizende populatie te komen. Maar vervolgens met de zorgaanbieder om tot deze contracteringkeuze te komen. Daarbij is het van belang dat dat gesprek tijdig plaatsvindt. Want niet alleen aan de gemeentekant moet er van alles ingericht worden om straks deze administratie goed af te kunnen handelen. Maar ook aan de kant van de zorgaanbieder behoeft dit inrichting. Ja. We hebben nog werkgroepen op de planning staan, ook vanuit onze referentiegroep. Waarbij we in ieder geval het gaan hebben over onder andere het berichtenverkeer. Maar ook, en dat zag ik al een paar keer in de chat voorbij komen, de warme overdracht. Hoe ga je nou eigenlijk om met die warme overdracht? En wat is dan die warme overdracht? Want het is niet alleen een administratieve verhuizing. En dus daar gaan we nog meer over uitwerken met een gemixt gezelschap. Maar Hester, er kan nog van alles veranderen in deze populatie. Ja. Wat doen we daarmee? Ja, nou ja, dat is nu eenmaal zo, hè. Dus ja, daar kan ik verder ook niet heel van doen. Maar het idee is dat je als gemeente iedere keer uploadt als er wijzigingen zijn. Zodat die zichtbaar zijn. En je kunt ook tot en met het einde van het jaar blijven uploaden. En er zullen dus tot het einde van het jaar mutaties blijven zijn. Want er zullen jeugdigen uitstromen en er zullen jeugdigen instromen. Dat is de realiteit waarmee wij te maken hebben. Het is dan wel van belang dat het zo snel mogelijk weer geüpload wordt. En dat er dus een nieuw lijstwerk komt. Want dan zien we dus weer de mutaties. Kijk, op een gegeven moment denk ik wel, dan gaat er ergens, zo zie ik het, hè, correct me if I'm wrong, maar dan zie ik dat er nog één afgaat of één bij komt of muteert. En soms zul je er echt best wel last van hebben. Dan heb je net een heel contract opgesteld en dan komt diegene niet. Dat snap ik. Maar ergens zal het zeg maar voor 90%, 95% kloppen. En ja, dat is eigenlijk waar. Ja, zo gaan we daarmee om. Blijvend uploaden en daar blijven sturen. En elkaar blijven informeren. Op een gegeven moment weet je echt, oké, dit zijn een beetje de partijen waar ik mee te maken heb. Hè? En dan is het wel het idee dat je ook, nou, daar staat ook samenwerking, beste latende gemeente. Daar doe ik me even de hardste oproep naar. Informeer alsjeblieft zo snel mogelijk de zorgaanbieder. Want dan weet je ook dat het veilig contact is. En zeg dan wat volgens jou de ontvangende gemeente. Zodat je met elkaar in gesprek kan gaan. Het gaat ook over regie. Want daar hebben we ook gesprekken over gehad. Wat gaat er dan over? Hè? Want het, nou ja, wat ik binnen terecht zei. Het is niet alleen maar administratief verhuizen. Er wordt ook regie gevoerd op die jeugdigen. Ik noem maar even als voorbeeld Urk. Die een hele grote groep jeugdigen in pleegzorg heeft.
die voert de regie op de jeugd op dit moment. Die hebben dat soort vragen. Niet elke gemeente dat soort vragen, maar veel wel. Hoe gaan we daar dan mee om? Dat zijn ook de zaken die je moet afspreken in deze samenwerkingsovereenkomst. In de basis is het zo dat de regie naar de ontvangende gemeente gaat. Dat is de wettelijke grondslag. Wil je het anders om de een of andere reden, dan kan dat. Maar dan moet je dat met z'n drieën afspreken. Dus latende, zorgaanbieder en ontvangende. Voor de gemeente wel één ding. Weet dan dat wat je doet als dienstverlening, dus het regie voeren als URK op zo'n jeugdige voor die onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente valt, dat het btw-plichtig is. Dus alles wat je doet aan dienstverlening is gewoon btw-plichtig. Dat is heel jammer, maar daar kunnen we niks aan doen. Dus dat is wel van belang om even te melden, denk ik hier nog. Dat, en ook hierover komt over de regie, komt binnenkort een memo in de woonplaatsbeginselgroep. En dan hoorde ik je net iets zeggen over de praktijkproef. Ja, er is ook een praktijkproef. Daar zijn we aan het kijken met een aantal partijen. Al deze zaken die we deels ook nu in de chat voorbij zien komen. Ik vind het heel jammer dat... Het is mooi dat we zoveel kijkers hebben en zoveel deelnemers. Maar dat betekent ook heel veel hele goede vragen. En ik heb ze een keer geprobeerd te beantwoorden in de bijeenkomst zelf. Maar er wordt één grote gaaf. Dat is een beetje het nadeel van zo'n online setting. Die vragen die hierin staan, veel van die vragen komen eigenlijk bijna allemaal ook naar voren in de praktijkproef. Want daar zijn we gewoon aan het proberen om dit in de praktijk echt te doen. En dan komen deze vragen ook allemaal naar voren. Ook de irritaties, de onmogelijkheden. En we proberen daar zo goed mogelijk handvatten voor te bieden. En die dan ook zo snel mogelijk weer in de woonplaatsbeginselgroep te zetten. Wat wij merken, zien, en wat natuurlijk gewoon zo is, is dat de tijd nu langzaam naar het einde van het jaar toe beweegt. En daarmee de interesse en het belang en de druk op dit soort oplossingen ook groter wordt. Dus wij zijn daar heel druk mee bezig. En iedere keer als we inzicht hebben, dan zullen we die in de woonplaatsbeginselgroep neerzetten. Dat is goed. Henk, nog een vraag die ik voorbij is gekomen is. Wat doen we eigenlijk op het moment dat we het woonplaatsbeginsel niet opnieuw kunnen vaststellen? Dus dat daar verwarring is of... Ja, daar hebben we, in de basis zou dat niet kunnen. Zo goed is die wet. Maar goed, ik snap ook wel dat de praktijk anders is dan de juridische realiteit. Er zit natuurlijk een trap in de wet, hè? Dus dan zou je daar wel niet uit moeten komen. Dan hebben we nog het convenant voor daar waar het... Dus we hebben daar al een hele trits aan dingen voor. Kom je er echt niet uit, dan hebben wij hebben we een soort mediation faciliteit in de vorm van de regioadviseurs. Die kunnen dan meekijken met de latende gemeente en de eventueel, niet de eventueel ontvangende gemeente of de zorgaanbieder. Goh, wat doen wij nu, zeg maar? En er zijn ook nog twee regelingen voor bijzondere groepen jeugdigen, zeg maar. Hè? Daar zou je eventueel een beroep kunnen doen. Als je daar allemaal niet uitkomt, ja, dan zou je als ultiem remedium verschillencommissie Sociaal Domein kunnen gaan. Dan moet je trouwens wel een verschil hebben. Dus als je niemand hebt, heb je een ander vraagstuk. Maar goed, dan is het een vraagstuk van de gemeente. En dan blijft hij dus, als je niemand hebt, ja, dan blijft hij dus bij de bestaande gemeente. Maar goed, wij hopen eigenlijk, ja, een beetje fingers crossed. En ik snap ook wel dat als je in zo'n gemeente zit, dat een beetje flauw antwoord is. Maar ik heb geen ander antwoord. Dus dit is het dan. Dus, En doe dus een beroep op je regioadviseurs als je er niet uitkomt. Alsjeblieft, graag. En deze vind je ook op de website van iSociaal Domein. En als je nu vindt dat je, wil ik ook graag zeggen, als je nu vindt dat je een heel legitiem punt in de chat hebt gemaakt, wat hier onvoldoende aan het licht komt, en dan doe ik even met name op aan zorgaanbieders, meld je dan ook bij het meldpunt wat Truus net meldde, want dan hebben wij die dingen, we zien dit ook, hè, we slaan dit ook op, maar dan hebben we hem nog scherper, want dan krijgen we hem twee keer binnen, twee keer is beter dan één. Alsjeblieft, ja graag, want alles wat ons, ook al is het, maar alles... Wat ons scherpt, dat is goed nu, want we moeten gewoon met z'n allen zorgen dat er niemand tussen de wal en het schip valt. En dan gaat het met name over jeugdigen. Zullen we dan door naar hetgeen wat we al wel hebben? Ja, nou dat zijn... Dit is positief. Nou, trouwens is het meer positief. Hè? Ik bedoel, we hebben ook wel eens een keer op een rijtje gezet wat we allemaal wel gedaan hebben. Het wordt natuurlijk vooral scherp wat je niet gedaan hebt nog. Maar goed, we hebben ook heel veel wel gedaan. En een van de dingen die we wel hebben gedaan zijn dus die model maatwerkovereenkomst en de model mandaatovereenkomst. Die komen één deze dagen online. En daar komt dus, wat ik net ook al heb gezegd, daar komt dus met de opsteller van deze documenten, dat is Lisanne Koos. Een hele pragmatische juriste. Daar komt online bijeenkomst en dan kun je al je vragen, opmerkingen stellen. Dus we moeten wel even kijken naar de vorm. Misschien moeten we vooraf al wat vragen ophalen. En wat als zij dit ook heeft, kan ze ook niet alle vragen beantwoorden. Maar goed, wij hebben vorige week met haar een sessie gehad met juristen.
Ja, en het was heel prettig, want alle vragen die je hebt, krijg je beantwoord. En soms is het niet het antwoord wat je wil. Hè. Het staat er dus gewoon, ja, je moet het wel allemaal invullen. Ja, dat is dan... Maar het is wel, er is wel een antwoord. Ja. Dus dat is altijd positief. We kijken er naar uit. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Denk ik, hè? Ja. Dit is voor jou, denk ik. Ja, wat kunnen we als zorgaanbieder verwachten? De eerste wat ik al aangaf, is het echt van belang dat gemeentes onderling contact hebben om de verhuizende populatie vast te stellen? Stap 1. Vervolgens is het natuurlijk van belang dat ze contact op gaan nemen met de zorgaanbieders. En dat de gemeentes wel de maandelijkse overzichten met eventuele mutaties blijven aanleveren, zodat die mutaties ook door blijven vallen. Niks is zo bewegelijk als de zorg in dat opzicht. Vervolgens is er ook een aanpassing voor het accountsprotocol in geval aangevraagd. Dus die zit er aan te komen. Ja. En we gaan natuurlijk los van al het wat er nog in het berichtenverkeer besproken moet worden, er wel van uit dat in geval gemeentes blijven toewijzen, gewoon zoals de inhoud dat nu behoeft. En dat er nog niet op voorhand intrekkingen zijn zonder dat er nieuwe berichten van de ontvangende gemeente ontvangen zijn. Daarover later meer. Er wordt al wel ook gewerkt aan het berichtenverkeer wat betreft het in onderzoek antwoordbericht. Daarin was eerder enige onduidelijkheid van hoe lang mag een gemeente dan doen over dat onderzoek. Daar is nu wel gezegd verstandig om dat echt binnen 2 weken duidelijkheid te verschaffen. Hierover is ook een blog geschreven. Handreikingen beschikbaar. Welke ook te vinden is op woonplaatsbeginselgroep. Daarnaast, nogmaals, we kunnen het niet vaak genoeg noemen, het meldpunt woonplaatsbeginsel meld je op het moment dat er vragen zijn of verwarring is. Ja. Ik zie nog een hele goede vraag van Marijke in de chat. En die zegt, wat is het nut van die transporttool als we vervolgens alles nog handmatig moeten delen met gemeente en zorgaanbieders? Nou, Marijke, ik vind het een ontzettend goede vraag. Wij hebben hier gewoon last van. Nou ja, last. Ik wil niet zo... we hebben gewoon last van de AVG en allerlei privacyregels. En wij hadden het heel graag gewild dat er ook automatisch een bericht naar die zorgaanbieders ging. Van goh, dit is de, volgens de latende gemeente, is dit een nieuw verantwoordelijke gemeente. En weet dat met ook wat data, wat ook die. Maar dat mag gewoon niet. Dat hebben we echt heel lang onderzocht en ook heel erg opgeduwd. Maar het mag niet. En hetzelfde geldt voor alle additionele informatie. Onder andere voor het voeren van regie. Voor die warme overdracht. Ja, het is wat het is. Want er is ook privacywetgeving. Dus wat we hebben kunnen regelen, kunnen realiseren, is dat latende en ontvangende gemeenten via deze methode van elkaar op de hoogte zijn. Welke gemeente, welke jeugd gaan verhuizen en welke krijg ik er dus bij. En dan is het inderdaad aan de latende gemeente op dit moment om zo snel als mogelijk contact te zoeken met die zorgaanbieder. En te zeggen, dit hebben we uitgezocht, deze gaan verhuizen en dit is volgens ons de nieuwe verantwoordelijke gemeente. En dan moet dat samenwerkende gesprek op gang komen om de boel te regelen. Even ter enige verzachting, je moet sowieso nog een contract sluiten. Dus je moet sowieso contact hebben. Dus alles afvangen met een transporttool was sowieso niet gelukt. Maar goed, idealiter hadden we het wel anders gewild. En daarbij geldt ook dat het, nogmaals, een samenwerking. Maar maak het elkaar ook niet moeilijker dan dat het hoeft te zijn. Nee. Dus zorg inderdaad dat je gewoon duidelijk communiceert. Dat er duidelijke verwachtingen over weer zijn. Al is het dat het nog niet bekend is of dat er nog discussie over is. Laat het weten. Ja. Uiteindelijk is het voor de zorgaanbieders ook van belang dat wij de jeugd gewoon zorg kunnen blijven bieden. En dat willen we graag op een rechtmatige manier doen. Ja, ik denk dat het ook het belang van gemeente is. Dus nogmaals een oproep aan in dit geval met name gemeente. Zoek het uit, lood het op en informeer ZSM de zorgaanbieders die betrokken zijn. En volgens mij heeft iedereen hetzelfde belang. Dat wil ik ook nog eventjes melden. Want dat is, daar twijfel ik namelijk echt geen moment aan. Iedereen wil gewoon dat die jeugdige zorgcontinuïteit hebben. En dat we het zo goed mogelijk regelen. Dus daar kan voor mij geen enkel licht tussen zitten tussen beide partijen. Dan gaan we naar Dimfy. Naar Dimfy met de afsluiting. Dank jullie wel. Tot de volgende keertje. Met de afsluiting van het webinar nog een drietal sheets.
De contactendatabase, bijna 320 gemeenten hebben zich aangemeld. Dus nog een aantal erbij en we zijn echt volledig. We hebben wat vragen gekregen in de chat over de contactendatabase. De vraag die is gesteld, is die alleen voor administratieve overdracht of ook voor inhoudelijke overdracht? Nou, voor ons is het doel van de database is dat vooral gemeenten elkaar snel kunnen vinden. Dus we vragen, zet minimaal één persoon, of er mogen ook wel meer personen in de database. Maar het doel is dat gemeenten elkaar snel kunnen vinden en dan via die persoon ook snel bij de juiste persoon terechtkomen. En dat je niet heel lang via een algemeen nummer hoeft te gaan bellen. Er komen ook vragen over waarom voor zorgaanbieders. We gaan er nog een keer naar kijken. Er komen heel veel vragen in de chat van kan het echt niet voor zorgaanbieders? Dus we gaan er nog wel in het project goed kijken. Het is best wel een bewerkelijk iets wat we hebben gefaciliteerd met de contactendatabase. Er was ook een vraag, kan er geen Excel komen in de community? Maar dan lopen we ook weer tegen de AVG aan. Want dat mag niet allemaal dat we op zo'n manier gegevens delen. We hopen dat de mensen nu met de gemeente, dat als ook de jeugdigen worden overgedragen, als je contact met elkaar bent, dat je elkaar ook de contacten bij de zorgaanbieder kan geven. Maar de vragen uit de chat, of we misschien ook iets voor aanbieders kunnen faciliteren, dat gaan we toch nog een keer meenemen, of we dat kunnen waarmaken. En de rest wil ik natuurlijk even de andere 30 gemeenten nog oproepen die nog niet in de contactendatabase zit van de gemeente. Meld u aan via www.pleio.nl. Klankbordgroepcommunicatie. Ook hier zijn verschillende vragen over gesteld. Wij zijn afgelopen week voor het eerst met de klankbordgroepcommunicatie bij elkaar geweest. En wat we willen doen is dat we bouwstenen willen faciliteren voor brieven. Zodat gemeenten dadelijk hun eigen brieven kunnen maken voor de jeugdigen. Er kwamen ook verzoeken van zouden wij Q&A's kunnen faciliteren landelijk voor de klantcontactcentra voor vragen. Dat kan gemeenten, maar wellicht ook zorgaanbieders gewoon veel tijd schelen. Geldt ook voor basistekst voor gemeenten die ze op een website kunnen plaatsen. Nou, dat is iets wat we al redelijk snel kunnen faciliteren. Er zijn ook al gemeenten die dat hebben, dus daar kunnen wij ook weer gebruik van maken en dat kunnen we met u delen. En er is verzoek gedaan voor het opstellen van een richtlijn, hoe kunnen we omgaan met de communicatie. We zijn één keer bij elkaar geweest. Komende dinsdag komen we voor de tweede keer bij elkaar. En ik vond het een ontzettend nuttige, goede bijeenkomst. We hebben wel inderdaad goed gekeken van wanneer ga je jeugdigen informeren dat er wat gaat veranderen. Weten jeugdigen dat de gemeente verantwoordelijk is. Dus wat we ook al achterkomen, de boodschap is niet eenvoudig. En we willen de communicatie wel op zo'n manier doen dat we niet te veel onrust gaan creëren. Dus we hebben een aantal opties, knelpunten. Die kritische succesfactoren hebben we uitgewerkt en die gaan we dinsdag verder bespreken. En dan houden we u via de community op de hoogte hoe dit verder gaat. En dit heeft natuurlijk ook een hele belangrijke relatie met de werkgroep Warme Overdracht. En die komt ook deze week bij elkaar. Ja, ik zie ook al Oscar, hè? Brieven alleen mogelijk als alles duidelijk is. Dit is inderdaad ook, anders krijg je alleen maar onduidelijkheid. En ik denk dat daar de communicatie voor ons, dat daar een hele grote uitdaging ligt. Ook een vraag over, is er informatie over hoe de nieuwe wet eruit ziet, dat we dat op een makkelijke manier kunnen delen. Ja, we zien hier al een plaatje van de stroomschema. Op dit moment wordt die nog even onder de loep genomen of die echt helemaal klopt. En dan hopen we dat we daar deze week een klap op kunnen geven en dan zullen we hem in de community plaatsen. En veel mensen die er inderdaad om hebben gevraagd, dan kan je inderdaad in overleg met collega's of met anderen aan de hand van dit stroomschema laten zien hoe de nieuwe wet in elkaar zit en wat er verandert. We hadden het zojuist over het overzicht van de regio-sessies waar we aanstaande maandag mee beginnen. Ook gezien alle vragen die we in de chat hebben, het aantal hebben we proberen te beantwoorden. We zijn sowieso heel blij met de vraag, want dat houdt ons ook weer heel erg scherp dat we goed kijken van waar moeten wij nog beter een antwoord op doen, wat moeten we nog uitzoeken. Maar een aantal vragen zijn ook best ingewikkeld, dus ook onze oproep, kom ook gewoon naar de regio-sessies. En dan is het toch, in de regio-sessies kunnen we gewoon met elkaar het gesprek aangaan. En dat maakt het voor ons ook iets makkelijker, omdat wij hier in de studio toch tegen een scherm staan aan te praten. En dat is toch minder prettig. Dus alle oproep, meld je aan voor die regio-sessies. En dan kunnen we ook de verschillende vragen goed beantwoorden, doorvragen en doorspreken.
Nou, daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van dit webinar. Dat is de vorige keer, wil ik voorstellen. We laten de chat nog even 10 minuten doorstaan. Kunnen we er nog even een aantal vragen doen. En dan hoop ik iedereen te zien bij de regio-sessies. En we sturen in ieder geval de PowerPoint van deze bijeenkomst naar binnen 2 dagen toe, samen met de opname. De vragen die gaan we weer allemaal beantwoorden. Dat duurt wat langer, maar die komen ook uw kant op. En die worden aangevuld bij de Q&A's die al op onze website staan. Tot ziens en dank voor het kijken allemaal.